TopBV is een ontwerp- en onderzoeksbedrijf. En we houden ons bezig met de ontwikkeling van gezonde voedselproducten en de technologieën om die voedselproducten te kunnen maken. En wat uniek is aan onze organisatie is dat we aan de ene kant harde techneuten hebben. We noemen dat werktuigbouwers, procestechnologen, mensen die van ICT veel afweten. En aan de andere kant mensen die zich bezighouden met voedselontwerpen, heet dat dan. Food design, tegenwoordig hip, ook wel genoemd. Het zijn de mensen die zich bezighouden met lekker, met gezond, met mooi, met de verpakking en de marketingkant ervan. En die twee samen, ja, dat is echt heel erg uniek. En dat hebben we weten samen te bundelen binnen één organisatie, bij TopBV. Dus we hebben eigenlijk drie groepen klanten. Aan de ene kant zijn dat machinebouwers. Dus dat zijn bedrijven die machines maken om grote fabrieken mee te zetten. Die komen bij ons om eigenlijk een nieuwe generatie aan technologieën te verzinnen, te bedenken en op te schalen. De tweede groep klanten, dat zijn voedselproducerende bedrijven. Zowel de grote multinationals als huismerkleveranciers en de kleinere aanmerken. En wat eigenlijk uniek hier is, is de derde groep. Dat zijn vaak starters of mensen met een nieuw idee. Dus wij helpen juist ook innovatieve ondernemers om eigenlijk de eerste stap in ondernemerschap te zetten. TopBV is een onderdeel van een grotere holding, die heet Box. En eigenlijk zijn we volledig gespecialiseerd in het realiseren van een eerste idee tot aan een goed lopend bedrijf en alle stappen die ertussenin zitten. En voor bijvoorbeeld starters hebben we dus alle faciliteiten van proeffabrieken, we hebben laboratoria hier en natuurlijk een hele set aan mensen die gespecialiseerd zijn die ad hoc in een start-up team of projectmatig zo'n starter kunnen helpen. Natuurlijk is het hier een zakelijke setting, dat spreekt voor zich. Maar de meeste mensen die rondlopen die willen graag werken aan leuke, uitdagende en vooral impactvolle projecten. Daar waar ze trots op kunnen zijn. En daar proberen we dan ook elke dag onze bijdrage aan te leveren en dat soort projecten uit te kunnen voeren.